Het perfecte plaatje zal kandidaten zowel artistiek als emotioneel veel indrukwekkende onderwerpen brengen. Onlangs zagen kijkers dat Loes Haverkort maakt sterke indruk met zijn emotionele foto en perfecte score. Deze week kregen de kandidaten van Het Perfecte Plaatje een bijzondere opdracht. Ze moesten een zelfportret maken voor Stichting AAP. Dierenfanaat Loes Haverkort was geraakt door het bijzondere werk van de organisatie. Dus besloot ze alles in het werk te stellen om het perfecte plaatje te krijgen. De overige 9 kandidaten ontmoetten elkaar in een fotostudio in Zaandam. Bij binnenkomst zagen de praktiserende fotografen allerlei dieren verblijven. Gastheer Tijl Bekkant heeft een kooi naast zich staan. David van Gennep, directeur van Stichting AAP, redde in zijn eentje het aapje uit deze kooi. Hij nam een emotionele videoboodschap op over het werk van zijn stichting. Die beelden maakten op iedereen een sterke indruk. Dan moeten de kandidaten aan de slag, een aantrekkelijk zelfportret maken met behulp van een kooi, dat is de opdracht. Loes was behoorlijk aangedaan bij de voorbereiding van de fotoshoot. Het eerste waar ze aan dacht was de hopeloosheid willen uiten. De hopeloosheid van een gevangen lichaam. Daarom wilde Loes in deze fotoshoot een zeer kwetsbare en beslissende kant laten zien. Loes ging de kooi binnen en daarna trok ze haar outfit uit. Na een paar foto's bekeek de actrice wat ze tot nu toe had vastgelegd. Dit is het, je ziet echt de hopeloosheid van het lichaam, zei ze vol bewondering. William Rutten is onder de indruk van het werk van Loes, je krijgt er kippenvel van. Jurylid Cynthia Bol ook lyrisch, een werkelijk onverzadigd beeld en hiervoor zeer geschikt. Uiteraard kon de jury deze gewaagde foto alleen maar beoordelen met een passende score. Loes is de eerste kandidaat in het 8e seizoen van Het Perfecte Plaatje die een welverdiende 10 punten krijgt. Nguồn ứng cử viên đầu tiên trong mùa thứ 8 của Thế Bỡ Vách nhận được điểm 10 rất xứng đáng.